Ik heb hier alle cijfers van het veilinghuis, voordat het werd overgenomen. Een lijst van alle klanten die de samenwerking hebben beëindigd. En dan heb ik ook nog een specificatie van die laatste. Dat is niet nodig. Pap, ze hebben mij erin geluisterd. En je moet me echt geloven, ik was nooit mijn bedoeling. Ik neem je niets kwalijk. En ik heb al gezegd, ik krijg het terug. Maar ben je nou niet boos? Waarom zou ik boos zijn? Nou, omdat ik het verkloot heb. Dat is tijdelijk. Komt goed. Maar hoe dan? Weet je, focus jij je nou gewoon op Lanina, op Bing en op de kinderen? Ik los dit alleen op, met Richard.